Ex-governor van de Centrale Bank van Suriname is donderdag door de afdeling fraude van de politie aangehouden en in verzekering gesteld. Hij wordt onder andere verdacht van malversaties. Vorige week heeft de moederbank aangifte gedaan tegen Van Trict. Hij zou onrechtmatige handelingen hebben gepleegd met betrekking tot de aankoop van 2 peperdure voertuigen. Ook zou hij contracten zijn aangegaan met het Belgische advieskantoor Clearfield en zijn eigen accountantsbedrijf Orion. Nadat het schandaal uitlekte, diende Van Trict zijn ontslag bij de president in. Hij is toen oneervol ontslagen. Een speciale rechercheteam maakt begin deze week een aanvang met het onderzoek. De afgelopen dagen zijn de directieleden van de Centrale Bank en de regeringscommissaris uitvoerig gehoord. Donderdag, vandaag dus, was Van Trict aan de beurt en hij is toen meteen in verzekering gesteld. De ex-governor heeft een contactverbod met zijn raadsleden. Aldus Star News.